Nou, de value proposition. Taxi E levert, nou ja, het is een duurzaam en innovatief bedrijf. Het levert dus taxiritjes in Tesla S5 is het nieuwe. En ook in Nissan elektrische auto's. En dat doen ze eigenlijk in de zakelijke, aan de zakelijke dienstverleners, aan de zakelijke partners eigenlijk. Dus mensen in de zakenwereld. Dus duurzaam. Mijn hand zit heel lelijk hoor. Gewoon lelijk. Ja, hè? Deze. Klantvriendelijk is voor hen ook echt heel belangrijk. Dus klantvriendelijk. Zakelijke passagiers. Hoe zie je dat? Een aantal keer met Taxi E ben ik gaan reizen. Ik ben wel heel benieuwd hoe je dat, die kernwoorden die je opschrijft terugkomen in je key resources en processen. In mijn key resources en processes? Ja. Nou, de key resources. Ik heb daar nu innovativiteit en klantgerichtheid. Ze hebben veel klantgericht, resources eigenlijk. De auto zelf, denk ik. Nee, de auto zelf. De ja. Wifi dat erin zit. Oké, de kosten met zich mee. Ja, dat denk ik ook. Lijkt mij ook. Nou, ze hebben qua kosten hebben ze die auto natuurlijk zelf. Maar ze werken wel samen met Nissan als key partner. Dus als. Je gaat met mij net een stap te snel nog. Oh, okay. Die key activities. Want je schrijft een aantal dingen op die super belangrijk zijn. In vergelijking met de gemiddelde straattaxi in Amsterdam, daar ben je. Hoe zeg je dat netjes? Nou ja. De gemiddelde taxi in Amsterdam is dan niet de meest hoogopgeleide, vriendelijke, klantvriendelijke taxichauffeur. Zeker de nachtrijders niet. Dus dan ben ik wel benieuwd waar het klantvriendelijke in zit en wat er specifiek aan extra kosten met zich meelevert. En het zakelijke ook. En er zit namelijk een heel belangrijk element in. Een heel belangrijk element. Nou, wat ik heb gelezen is dat ze de taxichauffeurs op een bepaalde manier opleiden. Ja. Dat heb ik gelezen. En daardoor is klantvriendelijkheid voor hen heel erg belangrijk. En dat zakelijke, dat luxe is dat geruisloze in de auto. Dus dat ze kunnen ontspannen in de auto. En dat ze wifi hebben in de auto. Dus ze kunnen gewoon. Ja, nog even terug. Oh. Het opleiden. Het is, opleiden van de taxichauffeur. Van, ja, van Ping Ping, hè? Mm-hmm. Dat is dus zeker een key activity. Misschien wel een van de eerste key activities die er zijn. Ik denk dat het ook enorm lastig is om dat personeel te werken. Ja, ik want denk. Hoe ben je een opgeleide man waar je taxis op wil worden? Nee. Dus dat ik nu op 6 keer tikt hij ook wel een werven. Ja. Ja, ik denk het ook. Werven van? Ja. Dat zou kunnen, dan zou het wervingsbureau de partner zijn. Ja. Maar is iedere standaard gemiddelde taxichauffeur in Amsterdam, kan die gaan werken bij Taxi 1, denk je? Nee. Ik heb een aantal keren meegemaakt, die waren echt heel nette, vriendelijke jongens die daar die aan het werk waren. Die is dat mensen dat graag willen hebben als taxichauffeur. Ja, misschien vanuit jouw referentiekader wel. Maar heel veel taxichauffeurs in Amsterdam die vinden het ook belangrijk om een dikke Mercedes om hun kont te hebben. Liever dan dat ze een Nissan Leaf rijden. Dat ben kosten met zich mee, hè? Ja. Ik er ook op dat de gemiddelde taxi je veel met taxi 1 meer verdient dan een straattaxi. Vastlopen in ieder geval. Ja. Als je een
bijna voor me. Ja, Hoe uit een die zakelijke taxiservice, hè? Als jij veel in de zakelijke markt zit, wat zou het verschil zijn ten opzichte van de consumermarkt? Hoe ga je te werk? Abonnementjes toch? Abonnementjes. Ja. Maar je kan daar ook gewoon betalen per rit. Ja. Maar je weet dat je premium weer hebt. Dat idee. Kijk. Dus waar je normaal een ritprijs hebt per kilometer die je gewoon gemakkelijk kunt doorrekenen, zul je hier heel andere constructies hebben voor je ritten. Misschien met minder of net meer marge. Misschien betaal je wel per rit, maar kan een premium member dus dan goedkoper per rit uit? Kan. Andere uit het oog, in het oog springende verschillen tussen taxi E en een ander taxibedrijf. Waarschijnlijk gaat het oproepen van een taxichauffeur op een hele andere manier. Ja, absoluut. Via internet. Ja. Via app. En waarom? We staan ze voorgesteld in voor. Waarom gaat het via applicaties kunnen waarschijnlijk. En wat zit er in die planning? Wat is daar belangrijk aan? Die vanaf wagen rijden om een kilometer scheiding te pakken. Ja, bijna. Een kilometer op de accu. Kijk, exact. Elektrisch. Je kunt niet zomaar alle ritten rijden. Oh, het is een elektrische auto. Ja, het is allemaal elektrische auto. Dat is een taxi-i. Geen idee. Zo. Lijkt dat i. Waar ga je die tool in die software terugzien als het gaat om kosten? Ja? Je moet een planningsdoel hebben, toch? Waar ga je terugzien? Het COGS, het OPEX, het CAPEX. Ik zou het altijd als de master is. Het komt niet hier. Nee, ik denk niet. Ik denk waar argumenteer ik? Waarom het ene bij het andere? Je hebt één gekozen en daarna kan je houden. Ja. Door het bedrijf van het leven. Oké, dus jij denkt, nou, dat is een goeie. Dus dan betekent dat van planningstoel moet je in ieder geval voor betaald hebben. Of je hebt je eigen software-nerd die in je bedrijf zit. Ja, dus dan heb je weer een resource die zo'n mannetje die ook moet betalen. Ja. Dit is precies hoe je moet nadenken over zo'n businessmodel. En ik gok erop dat er weinig filmpjes te vinden zijn die het op deze manier ook echt doen. Andere dingen die we nog kunnen toevoegen voor Nina? Want jij zelf al dingen die jij zegt die je moet hierin staan? Ja, de partners. Oh ja, de partners, ja. En ze werken samen met Green Choice. Oh ja, slim. Waarom wil je met Green Choice samenwerken? Wat doet niet precies? Wat doet Green Choice? Ja, ik heb geen idee. Wie weet wat Green Choice is? Nee. Echt? Zet ook een windmolens neer in Nederland. Exact. Energieleverancier. Ook zeker. Natuurlijk. Hoe komen ze aan geld? Die hebben ze via BAM, dat is een investeerder. Ja. Dus Green Choice, dat is een gewoon. Ik haal mijn stroom ook en mijn gas ook bij Green Choice vandaan. Ja, dat is dus groen biomassa of windmolens of water. Noorwegen. Ja, dus waar krijg je Green Choice te zien in je kosten of baten? Green Choice in de kosten of baten? Ja. Misschien wel speciale tarieven van Green Choice. Is het duur? Nee, ze zijn redelijk scherp, mijn idee. Maar grijze stroom en grijze gas is natuurlijk nog altijd goedkoop. Ik wou net zeggen, daar komt toch ook een deel van je partners bij je revenue stream. Als jij bepaalde afspraken hebben. Ja, dat zou heel goed kunnen. Oké, dankjewel. Perfect.